zaterdagmorgen in een tuin aan de Baresakker in Nuenen. Ik ben Thomas Bonewald, ik ben 19 jaar en op 16-jarige leeftijd werd bij mij leukemie geconstateerd. Ik dacht niet meteen dat het dood ging, nee. Ik had niet aan moeten denken dat ik overleden was. Dankzij een geslaagde stamceltransplantatie gaat het gelukkig weer goed met Thomas. Gewoon om wat terug te doen naar zieke kinderen en ziekenhuizen, besloot hij samen met zijn moeder Anine en zijn zus Anne in november 2011 de stichting Warme Weer op te richten. En dit is hun hoofdkwartier. We zijn nu op de plek waar de spontane actie ooit is begonnen. Dus we hebben hier aan deze tafel ongelooflijk veel sausijzenbroodjes, muffins, appelflappen gebakken, honderden. De oven stond dagenlang aan. En we hebben alles verkocht en hebben daar heel veel knuffels voor kunnen kopen. Thomas noemt zichzelf het liefst een survivor. Twee keer per jaar gaat hij samen met Anne, Anine en ook anderen naar ziekenhuizen om daar ernstig zieke kinderen een hart onder de riem te steken. Ja. Vind je dat moeilijk? Ja. En wat denk je dan? Van, hey, dan voel jij daar zelf hoe ziek ze dan zijn? Ja. Vandaag maken ze zich klaar om naar Nijmegen te gaan. Naar het ziekenhuis waar Thomas heel lang heeft gelegen. Daar treffen ze twee andere survivors. Maxime van Keulen en Lisa Meulenbroek. En nog een andere bekende. Hey Thomas, goed je te zien man. Ja. Hoe is het met jou? Het gaat nou wel uitstekend hoor. Ja, goed hoor man. Super. Ja. Je ziet er ook hartstikke goed uit, kerel. Met een wagen vol knuffels gaan ze op weg om hun eerste kind blij te maken. Wat is dat nou? Een hele goede middag. Thomas die kreeg allemaal cadeautjes toen hij beter was. Yeah. Maar toen zei hij nee, wil ik niet. Ik wil geld opbrengen. Ik wil iets terug doen aan het ziekenhuis. Wauw. En toen was het eerst een actie en uiteindelijk is het een stichting geworden. Mooi, wauw. Wat zeg je dan? Dankjewel. Is die lekker zacht? Ja. Dan kan je hem op je buikje leggen als je een beetje buikpijn hebt. Schaapje. Dan blijft het wel heel lang koel. Oké, ja. Wat doet het schaapje? Wat doet het schaapje? Nee. Ja. Ja, doet hij. Ja. En hij mag morgen als het goed is naar huis. En dan moet hij nog bestralingen. En dan moet ze nog 6 maanden naar Amerika voor een hele speciale behandeling. Jeetje. Mam, ik heb Mickey Mouse. Thomas ging bij een goede vriend even uitrusten. Dus we hadden volop tijd om even aan Lisa te vragen wat zij ervan vond. Ja, heel veel voldoening zeg maar. Dat je andere mensen nu helpt die in zo'nzelfde situatie zitten. Zeker ook jongere kinderen. Want ja, in principe hoort een kind natuurlijk niet ziek te zijn. Daarna gingen ze met hun presentjes naar Lorenzo en zijn ouders. Op warmbare knuffels naar ernstig zieke kinderen. Leuk. Eigenlijk krijg je hier van die saaie kruiken, zeg maar. Ja. En dit is gewoon een lekker ding voor jou. Voor jullie. Oh, dankjewel. Ja, omdat het voor jullie ook wel eens lastig. Ja, we zijn hier vaker dan we zouden willen. Ja, toch? Helaas. Ja. Ja. Ik ben er heel erg blij mee. Ja. Ja, wat ga je ermee doen? De hele dag vasthouden. Ik heb hier ook in het ziekenhuis gelegen, dus het is wel heel bijzonder. Het is heel mooi om die kinderen te zien dat ze zo blij worden als ze een beer krijgen. We gaan ervoor en we proberen dit zo lang mogelijk vol te houden, want we zien de voldoening van de kinderen en ook van de ouders. Wij weten waar die kinderen doorheen gaan en daarom komt ons verhaal denk ik ook geloofwaardiger over dan wanneer een buitenstaander dat zou doen. En denk ik, ze kunnen aan jullie ook zien wat er mogelijk is. Ja, precies. Dat te overwinnen valt, dat ze weer op kan knappen en helemaal zoals eerst, zeg maar. En het bewijs zit hier voor me. Precies. Lisa, klopt dat? Ja,
gaat nou gewoon weer goed met ons, dus dat kan ook. Maar er gaan ook heel veel genoeg dingen goed en die moet je ook benadrukken. Er moet wel het positief blijven en niet bij de pakken neer gaan zitten of zo. Ja. Terug in Nuenen hebben ze weer wat anders te bespreken. Namelijk de plannen voor het bedankconcert bij hun in de tuin. Het is hier nu nog leeg, maar volgende week hopen wij dat het hier helemaal vol zit met sponsors en vrienden van onze stichting Warme Beer. En dat we ze mogen een fijne middag mogen bezorgen en dat ze weten, ja, een fijne middag mogen bezorgen met de muzikanten die er komen. En dat we ook hun kunnen laten zien wat wij doen en wat we verder nog willen bereiken met deze stichting. Nou, dat heb je goed gedaan, zusje. Zo. Will go.